Welkom, leuk dat je kijkt. Dit is een nieuw filmpje van Zin in Severinus. Mijn naam is Karin, ik ben de geestelijk verzorger van Severinus. Het is al een hele poos geleden dat ik mijn laatste filmpje maakte. En ik dacht, zou het niet leuk zijn om in de week voor Pasen een paar filmpjes te maken om te vertellen wat Pasen eigenlijk is? En daarom zit ik vandaag aan deze mooi gedekte tafel. Ik heb het mooiste tafelkleed erop gelegd met allemaal bloemen. Ik heb verse bloemen gekocht bij de supermarkt, zodat het hier feestelijk uitziet. Er staat een kaasje op tafel en brood en wijn. Want vandaag, als ik dit filmpje laat zien aan jullie, is het Witte Donderdag. En het verhaal van brood en wijn, daar ga ik straks iets over vertellen. Maar eerst gaan we een beetje aankomen. Lekker even zitten op onze stoel of op de bank en maken we het licht. Een kaasje voor jou, een kaasje voor mij. Een kaasje voor iedereen aan wie jij denkt. Een kaasje voor wat licht, voor jou en voor mij. We gaan nu luisteren naar het lied Welkom Thuis. Want ik hoop dat je, als je naar dit filmpje kijkt, je ook een beetje thuis voelt. En na het lied ben ik bij jullie terug met een mooi verhaal. Thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis. Te lang is weg geweest. Welkom thuis, met zijn zegen. Met zijn eindeloze goedheid.
Dit was een nieuw lied van Sela. Wij schrijven nieuwe liederen voor de kerk en we vinden het te gek als mensen het ook spelen of zingen in hun kerk. Mocht jij dat nou willen, download dan hier de bladmuziek. En wil je meer nieuwe liedvideo's zien? Volg ons dan op ons YouTube-kanaal. Ciao! Het verhaal van vandaag is wel honderden keren in prachtige schilderijen vastgelegd. Dan zie je Jezus met al zijn vrienden, zijn 12 leerlingen, om een hele grote tafel zitten. Dat is het verhaal van Witte Donderdag. Het verhaal van brood en wijn. En het begint zo. In de ochtend, waarop Jezus het paasfeest wilde vieren met zijn vrienden, zei hij tegen hen, ga naar Jeruzalem, dat is de grote stad, en daar zal een plaats zijn, die gaan jullie vinden. Dek de tafel, zet er mooie bloemen neer, koop brood en wijn en dan zullen we 's avonds samen het paasfeest vieren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En aan die tafel 's avonds vertelde Jezus het verhaal uit de Bijbel over zijn volk, de Joden die vroeger slaven waren in het land Egypte en die ontsnapten aan de farao, aan de koning, om vrij te leven in een ander land. En ook die mensen die in Egypte waren, wisten niet zeker of het allemaal goed zou komen. En toch hadden ze vertrouwen. En al die jaren later vieren de Joden nog steeds het feest dat ze bevrijd zijn en vrij zijn in het land waar ze nu leven. In het boek van vandaag ziet dat er zo uit. Zie je dat? Alle mensen samen aan tafel met het brood in één glas en het wijn in één bakje. En zo aten ze met elkaar. Jezus schonk de wijn in. En hij zei, al eeuwenlang hebben onze vaders en moeders samen deze wijn gedronken. Wijn van de vrijheid. Wijn van een nieuw begin. En hij liet de wijn rondgaan naar al zijn vrienden en hij zei, neem jullie allemaal een slokje uit. Zo zijn we met elkaar verbonden, net zoals broers en zussen in één gezin. En hij zei erbij, ik weet niet hoe lang ik nog bij jullie ben, want de politie wil me pakken en ik weet niet of ik het ga overleven. Dus elke keer als je samenkomt, drink dan wijn en eet brood en denk aan mij. En de boodschap die ik heb willen geven, dat alle mensen bedoeld zijn om vrij te zijn. Vrij van angst, vrij van onrust, vrij van angst om dood te gaan. Want al die angsten hoef je niet meer te hebben. Je bent vrij. En zo pakte hij ook het brood. Zoals je ziet is dat heel speciaal brood. Matzen noemen ze dat in Israël. Brood wat maar heel kort gebakken hoeft te worden. Dus wat je kunt bakken als je heel veel haast hebt. Want de Israëlieten die in Egypte woonden, die wisten niet hoe lang de farao ze zou geven voordat hij toch zich zou bedenken. Dus ze bakten deze broden en elk jaar met het Joodse Pasen, als ze de vrijheid vieren, dan delen ze met elkaar dus dit dunne brood. Daar komt ook vandaan dat we in de kerk de communie vieren, hè, of het avondmaal. Dan breken we het en we delen het met elkaar. En dan doen we dat ook allemaal met datzelfde brood. Nemen we allemaal een klein stukje van. En net zoals bij de wijn, zei Jezus toen, neem van het brood, eet ervan. Als broers en zussen in één gezin, zo bij elkaar horend, dan zullen we altijd vrienden blijven. Dit is het verhaal van Witte Donderdag. Het verhaal van brood en wijn. Van de laatste keer dat Jezus met al zijn 12 vrienden samen was. Want hoe dat verhaal verder gaat, dat vertel ik morgen bij Goede Vrijdag. Maar wat ik je wel al kan vertellen, is dat een van die vrienden die aan tafel zat, Judas Iscariot, ongezien wegsleep tijdens het paasmaaltijd om Jezus te gaan verraden. Dus de maaltijd die in vrijheid begon, gaat leiden naar de gevangenneming van Jezus. En daar zal ik morgen over vertellen. Voor nu zou ik zeggen, geniet van de muziek die zo gaat klinken. U geeft rust
door alles heen. Want rust is ook een cadeau. Het is fijn om je rustig te voelen. Het is fijn om vrij te zijn van angst. Dat gun ik jou. En dat gun ik iedereen. Tot morgen.
alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar u. Door alles heen, door alles heen, u geeft rust. Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar u. En u geeft rust.